In de mode moet je niet bang zijn voor schokeffecten. Vooral niet als het gaat om mode voor jonge mensen van nu, die vaak niet dol genoeg kan zijn. Zoals bleek tijdens de nationale finale van het Euro Fashion Festival 1970. Een internationale modewedstrijd waarin ontwerpers uit 9 landen de kans krijgen vernieuwingen in de mode voor de jeugd te lanceren. Voor de Nederlandse finale hadden zich 5 leerlingen van Academisch voor Beeldende Kunst uit Arnhem en Breda geplaatst. Marnix van Freiburg ontwierp dit hippe avondbroekpak van jersey en leer. De bizarre hoofdtooi garandeert de draagster zeker enige aandacht. Een jury onder leiding van couturier Frans Molenaar vond tenslotte de 3 ontwerpen van de 20-jarige Peter Poik uit Breda de beste. Zijn strandensemble van rood vinyl lijkt uiterst praktisch, ja zelfs waterdicht. Ronduit een vondst noemde de jury de avondcreatie van de winnaar. Zilveren bolknoppen garneren mutsje en maxi-avondhemd van wit vinyl dat gedragen wordt over een wit zijden bodystocking. Met zijn verrassende creaties zal Peter Poik op de internationale finale in mei zeker geen gek figuur slaan.